is mijn vreugdedansje. Ik ga namelijk vandaag eindelijk mijn rijke vriendin haar ouders ontmoeten. Ik heb er echt super veel zin in. Alleen, ruik ik lekker? Ja, oké, ik ruik wel lekker. Maar parfum werkt. Als het goed is, moet de vader van Zoe hier zometeen zijn. Oftewel van mijn rijke vriendin. En ik heb mijn duurste outfit aangetrokken. Ik hoop dat het goed genoeg is. Goed. Hallo? U moet volgens mij de vader van Zoe zijn, toch? En u bent waarschijnlijk Dennis. Ik ben inderdaad Dennis, aangenaam, Zoe's aangenaam vader. Aangenaam kennis te maken. Wat is uw naam? Mijn naam is Tom Gozer. Oké, Tom, mijn naam is dus Dennis. Wat vind je van mijn outfit? Aangenaam. Ziet het er cool uit? U ziet er verrukkelijk uit, knul. Oké, super. Nou, ik zal instappen. Stapt u maar in. Limousine, ze zijn echt mega rijk. Oké, ik ga hier achterin zitten. Dus, vertel eens wat over jezelf. Ik heb nu al een tijdje natuurlijk verkering met Zoe. En dit is de eerste keer dat ik u ga ontmoeten. En natuurlijk uw vrouw. Oftewel de moeder van Zoe. Nou, ik doe altijd mega goed mijn best op school. Ik haal altijd voldoendes. En Zoe is heel erg leuk. Ja, Zoe is echt al groot geworden voortaan. Zoe is echt groot, inderdaad. Zijn we er al? Nou, we zijn er. Bestemming bereikt. Deze villa is mega. Nou, volgt u mij maar naar binnen. Ik heb geen idee wat voor werk u heeft, maar dit ziet echt mega vet uit. Hey, Zoe! Hoi, Dennis. Hoi, Zoe. Ik heb je lang niet meer gezien. Hoe is het met je? Gaat ja, goed. Goed met jou? Ja, echt goed. Ik heb je vader net al ontmoet. Echt super aardig. En ja, ja, ik vind het echt een eer dat ik bij je thuis mag komen om jou weer te ontmoeten. Snap ik. Nou ja, we hebben ook al een tijdje verkering natuurlijk. Wow, dit huis is zo mega groot vergeleken met mijn huis. Dat is echt niet normaal. En ik zal me even voorstellen aan je moeder trouwens, Zoe. Ja, dat is goed. Oké, hallo, moeder van Zoe. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Dennis. Ik zal je even een hand geven. Kijk eens, alstublieft. Hallo, Dennis. Hallo, moeder van Zoe. Wat is uw naam? Oh, ik ben Samantha. Hoi, Samantha. Oké, Zoe, waar zal ik gaan zitten? Dan mag je zelf beter. Ik ga links, hier rechts, zitten. Maar ja, dan ga ik ernaast zitten. Oh, kijk altijd geld toch eens. Wow, vader van Zoe gooit gewoon met allemaal geld. Oh, we hebben zoveel geld, dat is niet normaal. Maar, ja, Zoe, heb je het al voorgesteld aan je vader? Nee, niet. Zullen we het samen doen? Ja, is goed. Dat is misschien wel beter. Ouders van Zoe. Vertel Zoe het eens, kinders. Zoe en ik hadden een vraagje. Ja, inderdaad. Nou, we vroegen ons af omdat er sinds kort een nieuw museum geopend in Broekhaven. En nou, wij houden allebei echt superveel van kunst. Dus we vroegen ons af of we met z'n tweeën naar het museum mochten. Inderdaad. Ja, kunst is echt prachtig. Ik vind het akkoord, ja. Alleen is een probleem natuurlijk. Ja, zoals je weet, mijn dochter is ook rijk. En iedereen weet dat in Broekhaven. Zou je ons kunnen brengen naar het museum? Dat is geen enkel probleem, hoor. Oké, nou, laten we gaan. Ik heb er superveel zin in, Zoe. Inderdaad. Oké, laten we maar gaan. Wow, ik heb echt superveel zin in. En we zijn er volgens mij. Kijk eens aan. Bestemming bereikt. Dank u wel, Tom. Dank je wel, mama. Geen probleem. Geen probleem, even dochter. Oké, wow. Zoe, we gaan het eindelijk wel met z'n tweeën doen. Jullie gingen toch weer? Ja, dat klopt. Kom maar mee, vrouw. Oké, hey, veel plezier samen, hè. Bellen we wel. Doei, doei. Veel plezier. Inderdaad. Plezier. Doei, doei. Doei. Eindelijk gewoon een dagje met z'n tweeën. Ik heb er super veel zin in. Inderdaad, echt mega gezellig. En nu je ouders er niet bij zijn, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar je ziet echt weer beeldschoon uit, Zoe. Dankjewel, ja. Het is echt mega lekker. Dank je, het is een nieuwe parfum. Gezondheid, meneer. Gezondheid, meneer. Dankjewel. Zoe, ja? Ik weet het niet zeker, maar het lijkt wel alsof de oude meneer met zijn camera net naar jou aan het kijken was. Heeft hij een camera? Nou ja, niet echt een camera, maar verrekijker. Ik weet het niet zeker. Ik wil niemand beschuldigen. Nee, snap ik. We houden het wel even in de gaten, anders. Het leek erop als hij echt met zijn verrekijker naar jou aan het kijken was. Wat schattig. Nee, weet dan. Je wat? Wat vind je van dit kunstwerk hier? Ja, echt heel mooi. Echt heel chic en zo. Inderdaad. Meneer, kunt u het zien? Ja. Wat vinden jullie van dit kunstwerk van mij? Meneer, sorry, maar... Okay. Waarom zit u met de verrekijker zo naar mijn vriendin te kijken de hele tijd? Ja, grijpje, dat ga ik niet zeggen. Gadsie, je bent echt een smerig iemand. U gaat toch niet met de verrekijker zo naar mijn vriendin kijken? En al helemaal niet als ze met haar rug tegen je staat. Eeuw, oké, Zoe, we kunnen hier beter gaan. Ja, inderdaad. En als je niet oppast, bellen we de politie, oké? Ik bedoel, we zijn allebei minderjarig en u ziet er heel erg oud uit. Zoe, laten we maar uit de buurt blijven van die rare kerel. Doei.
Zoe, schatjes. Schatjes, schatjes. Zoe, bel je vader nu. Ja, is goed, is goed. Hallo? Ja, kan je ons weer ophalen? Oké, dankjewel. Oké, ik heb hem gebeld hoor. Hey, laten we hier maar op hem wachten. We gaan wel ergens anders heen, oké? Naar de bioscoop. Ja, is goed. Zoe, eindelijk je vader is er. Ik moet het tegen je vader vertellen. Ja, is goed. Tom, kan ik je even spreken snel? Onder vier ogen? Ik kan wel met mijn ouders zitten. Oké, was dat echt een hele rare man daar in het museum? Hij was met een verrekijker naar je dochter aan het kijken. Zullen we hem aanspreken? Ik dacht, we bellen je meteen. Het was niet helemaal oké, zeg maar. Het was echt een hele oude vieze man. Bruh, wat vies inderdaad. Laten we gaan kijken of hij er nog is. Hij zat net hier bovenop dit bankje hier zo. Ja, ik zag hem toen net ook inderdaad. Hij is weg. Geen idee waar die nu is. Hopelijk volgt hij ons niet voor de rest van de dag. Ik hoop het. Het is echt zo'n rare creepy stalker of iets, lijkt het wel. Maar zou je ons naar hopelijk de was dat de laatste keer dat we hem zagen. Ik hoop het ja, ook. Ja hoor, zeker. Oké, super. Laten we daarheen gaan. Zoe, heb je het tegen je moeder verteld? Ja, net in de auto heb ik dat gezegd. Ja, bent u ervan geschrokken, moeder van Zoe? Ja, een beetje. Ja, het was echt een hele oude man. Inderdaad. Echt heel smerig. Als ik eraan denk, krijg ik er echt gewoon de rillingen van. Ja, ik ook. Nou ja, we zijn volgens mij al bij de bioscoop. Ik heb super veel zin in die film, Zoe. Ik ook. Echt mega lang gewacht voordat die uitkomt. De stemming bereikt. Super, Tom. Dankjewel. Veel plezier, kinders. Dank je. Doei doei. Doei doei. Het eerste wat we gaan doen, Zoe, is natuurlijk een lekker stuk pizza halen. En dat op mijn kosten. Dus even kijken. Zo, dat eentje voor mij aardig. En eentje voor zeker? Jou. Alsjeblieft. Zo, perfect. Dankjewel. Het is echt lekker. Een goede pizza. Jeetje. Echt een hele goede pizza. En trouwens, over de film. Wil je zometeen wat popcorn? Ja, lekker. Is goed. Oké, ik heb er echt super veel zin in deze film. Oké, laten we popcorn gaan halen. Nogmaals, ik vind het echt leuk om met jou hier te zijn. Ik bedoel, ik had liever niemand anders willen hebben dan jij. Snap ik. En nu je vader hier toch niet is, kan ik het denk ik wel gewoon zeggen, Zoe. Ik hou van... Wacht eens even. Wat doe jij hier nou weer? Hallo. Nee. Pakken we snel de popcorn. We gaan naar de film. Snel. Snel. Oké, laten we hier maar gewoon gaan zitten achteraan waar niemand ons ziet. Ja, inderdaad. Oké, sorry dat we werden gestoord. Wat ik ga maar zeggen is dat die film staat te hard, oké? Ik zeg het wel na de film, oké? Die film staat mega hard. Maar die popcorn is wel echt lekker. Ja, Wat vind je trouwens van de outfit? Zullen we van plek wisselen? Het lijkt me wel handig om van plek te wisselen. Nee, dat is van de popcorn. Nee, dankjewel. Nee, meneer, we willen niks van die popcorn. En u bent een beetje te oud voor ons, vindt u niet? Oh, nee hoor. Leeftijd, dat maakt niet uit. Het is toch maar een getal. Doe eens normaal. Gratie, Dolly. Ja, wat is meer dan ben. We bellen gewoon de broek even, politie, als dat moet. Dat maakt niet uit. Zoe, kom hier voor. Zit alsjeblieft weg daar bij hem. Oké. Wauw, wat een creepy iemand is dat. Gratie, Dolly. Inderdaad. Nou ja, laten we de film maar afkijken. Ik weet niet of ik me echt veilig voel met zo'n creepy stalker. Waarom komt hij steeds dichterbij? Meneer, gaat u eens weg. Hallo. Inderdaad. Weet je wat, Zoe, we kunnen beter gaan. Ik heb hier geen zin in, oké? Ik voel me hartstikke onveilig met zo'n viespeuk in de buurt. Ja. Ik ben helemaal naar van gewoon. Wat een smeerlap. Wat denk je dat we moeten doen? Moeten we de politie bellen voor hem? Misschien wel. Zou je denken dat hij jouw naam kent? Ik weet het niet. Ik ken hem zelf niet. Dat is echt een creepy stalker. Misschien kunnen we gewoon beter naar je huis gaan, oké? Ja, is goed. Oké, laten we dat doen. Zoe, was dat deze weg rechtdoor? Ja, zeker. Alleen maar rechtdoor en dan naar rechts. Benen doen echt zoveel pijn. Eens even kijken. Hallo? Waarom volg je ons de hele tijd? Ik weet het ook ja, niet. Ja, dat komt omdat ik iemand leuk vind. Wie vind je leuk? En waarom maak je de hele tijd foto's van ons? En filmpjes? Ja, dat vind jullie interessant. Hoe bedoel je? Je kent ons niet eens. Je kent ons helemaal niet. Stop er eens mee, meneer. Hoe bedoel je wel? Wat zijn onze namen dan? Jij bent Dennis en dat is Zoe. Hoe kent hij onze namen? Hoe ken je onze namen? Nou, ik kijk jullie al heel vaak. Wat? Hoe bedoel je, kijkt ons heel vaak? Nee dan. Ja, internet en zo, hè. Je kent ons van YouTube? Ja. Oké, maar we willen niks met je te
te maken hebben. Kan je ons alsjeblieft met rust laten, alsjeblieft? Zo is dan maar achter me, hoor. Ja, is goed. Ja, dat denk ik wel. Oké, blijf maar op afstand, alsjeblieft. Weet je wat? Ga jij maar gewoon die kant op en wij gaan onze eigen kant op. Dat lijkt me best. Precies. Nou, tot straks. Tot straks. Zoe, ik voel me helemaal niet veilig op straat. Het is echt een hele rare stalker. Inderdaad. Dat is heel creepy en heel oud. Laten we maar gewoon naar je huis gaan, zo snel mogelijk. Ja, pop, pop, pop. Hallo, waar is iedereen? Dochter, wat hoor ik nou weer, dochter? Ja, je gaat nooit wat er net is gebeurd, gewoon. Vertel het, dochter. Dat was lastig. Die stalker, en hij kent onze naam. Inderdaad, wij zijn die stalker. Wij zijn de bus en zo. Dat hij al onze filmpjes kende en zo van het internet. Precies, precies. De volgende keer als jullie de stalker tegenkomen, moet je mij bellen, oké? Dan ga ik hem knokken. In dat geval, kijk maar even door het raam, papa. Kijk eens, de stalker weer. Hij staat voor het raam met een verrekijker. Jongens, jullie blijven thuis. Ik ga hem wel even een lesje leren, ja? Oké. Oké, ja. Precies, precies. Zwerver, wat is dit nou weer? Jij zit mijn kinderen lastig te vallen? Ja. Vind ik leuk. Vind je dat leuk? Ja. Wil je klap hebben of zo? Wat is dit? Wat wil je hebben van mij? Ja, misschien wel eens een popcorn. Ik wil helemaal geen popcorn, joh. Ik wil dat jij weggaat, dat wil ik. Ik wil geen popcorn. Echt. Hoezo wil je niet weg? Nou, omdat ze veel te leuk zijn. Veel te leuk. En je weet dat ze minderjarig zijn, hè? Zijn ze dat? Ja, natuurlijk zijn ze minderjarig. Dat zie je ook wel, hè? Ja, inderdaad. We zijn 13. Maar een leeftijd is maar een getal. Dat maakt toch niet uit? Wat? Nou, maar het leeftijdsgetal is volgens mij veel te groot bij jullie twee. Oh ja. Hoe oud zijn ze? Zoe, ik denk dat er maar één manier op zit, oké? Bel de politie maar. Oké, hallo, 1 en 2. Ja, ik wil graag de politie spreken. Ja, voor een of andere rare zwerver bij ons huis. Ja, geef mij de telefoon maar, Zoe. Ja, ik regel het wel. Hier zo. Oké, ik zet hem maar op luidspreker. Ja, ik heb hem op luidspreker. Oké, mevrouw of meneer de politie. Is er een rare oude meneer die ons de hele tijd, oftewel de hele dag, al aan het volgen is? En het lijkt wel op een stalker. Kunt u zo snel mogelijk komen? Oké, ja, het adres is... Even kijken, Barkland nummer 1. Ja, Inbroek, even, dat klopt. Oké, super, dank u. Oké, de politie komt elk moment aan. Laten we gelukkig daar wachten. Gelukkig maar, gelukkig maar. Voor de politie al. Inderdaad, gelukkig maar. Kijk, hè, nog één keer en dan een klap, hè? Ja, we hebben gebeld. Ja, we hebben gebeld. Wat doen jullie hier nou weer? Inderdaad, wij hebben gebeld. Oh, ja, hier. Het geluid van de sirene is hard. Moet je even uitzetten, meneer de politie? Ja, geen probleem. Ja, wij hebben de politie gebeld voor hem. Oké. Meneer de politie? Waarom is de politie hier? Ik zal het uitleggen. Wij, dit is mijn vriendin Zoe. We zijn allebei 13. En we waren vandaag op een soort date naar een museum. We merkten al gauw dat deze meneer ons aan het lastigvallen was. Hij was namelijk ons aan het volgen de hele tijd met een verrekijker. Om aan het zien op mijn foto's aan het maken, video's aan het maken. En deze vieze oude man die valt mijn dochter de hele tijd lastig. Nee, dat was ik helemaal precies, niet. Precies, hij was. Nou meneer, ik denk dat u even mee moet komen. Nee, ik moet helemaal niet mee. Neem me mee. Nee. Goed zo. Waar je thuis hoort, in de gevangenis. Inderdaad. Nee. Je gaat in de handboeien, meneer. Kijk eens aan, perfect. Zet hem bij de politiewagen, meneer. Maak dat je wegkomt van mijn dochter. Oké, meneer de politieagent, u regelt het voor ons? Ja, dat komt goed. Super bedankt dat u zo snel kon komen, oké? Ja, geen probleem. Nou, succes ermee. Ja, jullie ook. We zijn er vanaf van die creepy stalker. Ja, inderdaad. Jou ga ik thuis nog even spreken. Jullie komen nooit van me af. Wat een gekke man is dat. Oh, ik kan er zo inderdaad slecht tegen. Ik heb echt rillingen van gewoon. Ja. Zoe, jij gaat voor de komende week niet naar buiten. Hoezo? Hoezo? Ja, nee, dit, ja, dat klopt. Jij maakt veel te gekke dingen mee buiten. Oké, dan. Ik wil dat je even binnen blijft. Mag Dennis wel langskomen dan? Dennis mag wel langskomen, ja. Oké. Maar Zoe, jij gaat niet meer naar buiten voor de komende week. Oké. Het is veel te gevaarlijk hier op straat voor je. Ja. Komt goed, papa. Ik kom je wel bezoeken, Zoe. Het komt goed, oké? Oké, gelukkig maar. Die enge meneer zit tenminste nu achter de tralies, waar die hoort. Inderdaad. Nou ja, ik ga naar huis. Doei, Tom. Doei, Zoe. Doei, Dennis. Wat een avontuur was dit. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!